hele goede middag. Jordi heeft al geslapen en alles. En die is nou net wakker. Hallo. Hallo. Jee, hoe is het? Heb je lekker geslapen? Kusje. Ben je nou alleen de spijl aan het kussen? Hè? Had jij lekker geslapen? Dit is het blik wat ik krijg. Wat is echt? Laat je tanden zien. Doe maar klimmen. Laat maar zien dat je het kan. Hallo? Ik heb echt een Sinterklaaskindje. Wil je pepernootje? Pepernootje hebben? Wil je pepernootje? Pepernootje? Nou, hoppa. Pepernootje! Hij vindt ze helemaal geweldig. Mama ook. Mama was bijna een Sinterklaaskindje. Ja. Is lekker, hè? Pepernootjes. Lekker, hè? Hij zit erop te zabbelen en op te knauwen. Pepernootjes. Lekker, hè? Nog eentje? Alsjeblieft. Lekkere pepernootjes. Hij vindt ze echt lekker. Jordi zit lekker in badje, hè? Ja! Kom maar pakken. Kom maar pakken. Moet je een keer met je handen doorheen dan? Jordi lekker zijn badje in is geweest, is hij lekker gaan slapen. En heb ik nog het een en ander beneden gerommeld en gedaan. En Niels heeft bankzakken en beleggingen gedaan. Toch? Zoals gewoonlijk. wij gaan nu ook lekker slapen. Dus
bij deze wel rusten. Wel rusten. Goedemiddag. Mandy, Jordi en ik zitten in de auto. Ik hoef een keer niet te rijden. Nee. Onze coureur zit achter het stuur. Nou, zo erg is het ook weer niet. De rijstijl is in ieder geval slaapwekkend. Kijk hier het bewijs. Ja. Wij gaan naar de kapper. Het is nodig. Naar mijn ouders toe. Dus. Ja, we zullen daar even filmen als we bij de kapper zijn. Ja, sowieso. Dan wordt die kleine duivel geknipt en die grote duivel. En ik word door mijn schoonmoeder onder andere genomen. Ja. Dus dan, als het goed is, zijn we daar weer allemaal een stuk korter. Ja. Yes. Tot straks. Als je daarmee beweegt, stel je zet ze allemaal omhoog, zet hij ze allemaal omlaag. Die wipjes. Deze? Ja. Die waren nou niet bij. Dit is wel lekker. Die hebben we net lekker op bed gelegd. Ja, wij zijn inmiddels alweer thuis. Ik ben alweer gedoucht. Ik heb zoals jullie zien ook een kort koppie. Het zit nou niet zoals het moet zitten, want ja, hè, ik heb er niks mee gedaan. Niels heeft ook weer een kort koppie, zoals jullie zagen. En wij gaan nou lekker bank hangen. En wij gaan voor straks vast welterusten zeggen. Welterusten vast allemaal. Welterusten. Een hele goede morgen. Goedemorgen.
Ja. Heb je lekker geslapen, Jordi? Ah, oké. Okay. Ja, je hebt vannacht gespookt weer, hè? Ja. Wat ga je dadelijk doen? We gaan naar oma. Ga jij en papa naar oma toe? Ja. Oma heeft een nieuwe telefoon nodig. Ja. Moet je wel even vertellen welke oma? Want we zijn gisteren ook bij een opa en oma geweest. Mm-hmm. De andere oma. De moeder van Niels, daar gaan ze heen. En ik ga niet mee. Ga je alleen met papa weg? Ga je alleen met papa weg? Lekker gezellig met papa weg. Ja. Gezellig met papa op pad. Nou, eens kijken wat oma ervan vindt. Ja. De moeder van Niels, die heeft slechte ogen. En die kan dus niet, zeg maar, elke telefoon zomaar hebben. Dus we hebben een speciale telefoon nu. Ja, senior. Een telefoon met hele grote knoppen. Ja, een mobieltje waar ze zeg maar in principe wel iets mee zou kunnen. Als ze een beetje rustig aan ermee doet. Dat ze in ieder geval kijkt wat ze doet. Mm. Want ja, er zit ook M1 en M2, zeg maar. Dan kun je alleen op dat knopje drukken en dan belt hij. Ja. Maar dat is maar net of ze het snapt, hè. Het is een beetje een digibeet. Gewoon omdat het een wat oudere vrouw is en niet dit zo snel leert. Maar dat is niet erg. Daarom gaat Niels nou ook naar zijn moeder toe om dat uit te leggen. Zodat ze in ieder geval weer kan bellen. Want de telefoon die ze nu heeft, die doet het niet meer goed. Ja, ik denk dat ik M1 en M2 nog niet ga gebruiken. Anders word ik de hele dag gebeld, denk ik. Dat zou best kunnen. Hè? Dan drukt ze in de broekzak of zo. Of in de tas. Ja, dat zou wel kunnen. Hè? Ga je naar oma toe? Gezellig naar oma. Ja. Dus dat. Niels en ik gaan even eten. Jordi heeft al zijn eten op. En dan gaan ze er vandoor. Zo, ik heb vanmiddag geslapen. Jordi heeft vanmiddag met Niels gespeeld. En die is nu ook nog even aan het spelen. Niels die zit daar. Oma was niet thuis. Nee, oma was niet thuis. En Jordi heeft heel weinig geslapen, dus die is hartstikke chagrijnig. Ik ben nu even zijn avondeten aan het warm maken. Wortelstam krijgt hij. En ja, laat hij zo eten. Hij heeft zich weer een blote billengezicht aangemeten, zoals jullie zien. Speciaal voor jou. Speciaal voor mij nog wel. Want over een paar minuten kan ik jou feliciteren. Een paar minuten. Nou, dat is toch wel iets langer dan een paar minuten. Want dan zijn we 8 jaar getrouwd. Klopt. Morgen zijn we 8 jaar getrouwd. Ja. En zijn gelukkig? Wie zegt dat ik gelukkig ben? Ik, hè? Dat denk jij. Ik getrouwd, jij gelukkig, dat was het, hoor. Nee, dat hoop jij. Dat hoop jij. Maar Jordi ligt nog lekker de avond te slapen. Papa goed geregeld. Niet helemaal, want hij heeft vanmiddag niet geslapen. En daarom slaapt hij nou. Dat is waar. Dat is waar. En ik heb al de hele dag last van getrappel in mijn buik. Niet de hele dag. Dus ik slaap niet. Dus dat gaan we nou snel doen. Ja, maar ik voel zeg maar, ik heb last van mijn buikbanden. Hoe noem je dat? Bandenpijn. En ik ben de hele dag al zo verschrikkelijk moe. Dus ik denk dat jong van me aan het vreten is. Jouw jong is gewoon een alien. Want die vreet mij gewoon op. En terecht. Juist. Dat je het even weet. Maar goed. Wij gaan deze ups en down afsluiten. En ik ga deze even editen. En slapen. Morgen weer een nieuwe dag.
wilt rusten. Slaap lekker.